De bouw- en infrasector innoveert volop. Soms gaat het om grote in het oog springende projecten, maar vaak zijn het ook innovaties die amper zichtbaar zijn, terwijl ze wel enorme impact hebben. Hoe innovatief is de bouw? Maxime Verhagen, voorzitter van Bouw het Nederland, laat het zien tijdens de actieweek De Bouw Maakt het Slim. In een Tesla toert hij langs diverse innovatieve projecten in Nederland. Vandaag rijden we naar Fab City, de tijdelijke innovatiecampus op het Amsterdamse Java-eiland. Hier zijn allerlei bedrijven bezig met het wonen in de toekomst. Zoals Heijmans One, een verplaatsbaar huis met allerlei technologische snufjes. Naast Maxime zit Alma Krug, Business Development Manager bij Heijmans. We zaten bij Fab City. Wat is Fab City eigenlijk voor iets? Fab City staat eigenlijk voor Fabrication City. En op deze tijdelijke campus van 10 weken laten ze zien waar de toekomst van de bouw naartoe gaat. En er zijn verschillende bedrijven. Heijmans die zit daar ook met verschillende ontwikkelingen. Wij staan er met de Heijmans One. En deze Heijmans One is een van de prototypes. Die hebben we helemaal op een slimme manier ingericht. Dus met automatisering. We kunnen hem bedienen via een app. Ja, en daarnaast hebben we beide zijden hebben zonnepanelen. We hebben een Tesla Powerwall eraan gekoppeld. Waar alle energie die we opwekken wordt opgeslagen. Ja, dus het is zeg maar enorm innovatief. Ja, klopt. Ja, we wilden eigenlijk bij deze One echt als platform gebruiken. En daar alle nieuwe technologie op inpluggen. Juist. Ja, iedereen is toch wel geïnteresseerd. Om dit nieuwe snoefje te zien natuurlijk. Ja. En vooral ook omdat er veel start-ups staan en er staan veel grote corporate bedrijven zoals Alliander inderdaad en Eneco. Ja. Zou je zelf in zo'n Heijmans One willen wonen? Ja. Het is een hele prettige woning om binnen te zijn en het voelt heel natuurlijk, ook omdat hij met hout is afgewerkt, FSC-hout. Ja, het voelt prettig. Ja. Er zijn natuurlijk heel veel gebieden die nu nog braak liggen in de steden, waar nog geen waar de bestemming nog niet definitief is vastgesteld of geen vergunningen. Ja, klopt. En dan kun je natuurlijk dit ook tijdelijk gebruiken. Ja, absoluut. En vooral als ze helemaal zelfvoorzienend zijn. Ja. Dan heb je helemaal geen riolering meer nodig of elektra-aansluiting. Ja, nee, maar dat is inderdaad natuurlijk ideaal voor dit soort steden dan ook. Ja. Ja. Is het volgens jou de toekomst dichtbij? Is dat snel te realiseren voor de meeste mensen? Of zeg je van nou, voordat we echt die slag maken, dat zal toch nog wel een tijdje duren? Nou, dat gaat eigenlijk heel goed. We merken dat er heel erg veel animo voor is. Ook voor particulieren. We verkopen op dit moment alleen nog mijn business to business. Yeah. We zijn wel erg aan het focussen van nou, hoe kunnen we ook particulier gaan verkopen. Want die vraag is er. En dat is eigenlijk zoals je een auto verkoopt. Van wat wil je en wat wil je niet. Yeah. Want dat is wel waar we vaak tegenaan lopen. Yeah. Dat wij graag willen. De technologie is er. Maar het kan gewoon nog niet. Nog niet. Nee. Nou, dat is dan weer een taak voor een organisatie als Bouw in Nederland. Precies. Om te gaan lobbyen. Om wat meer experimenteerruimte, free zones te krijgen. Ja. Nou, we zijn weer bij Fab City. Ja. Dus laten we maar eens snel gaan kijken. Ik ben benieuwd hoe dit huis van de toekomst eruit ziet. Ja. Of het is zelfs geen huis van de toekomst, het is het huis van nu. Precies. Ja. Ja, fantastische indruk. Hè? Dit is de plek waar je ziet en voelt en ruikt welke innovatieve mogelijkheden er zijn in de bouw. Ja, we hebben huizen van hennep gezien, we hebben 3D betonprinten gezien hier. We hebben nieuwe mobiele huizen gezien van Heijmans One bijvoorbeeld. Ik ben ontzettend geïnspireerd geraakt. Dat was ik natuurlijk al. Maar zeker door er zelf ook bij te zijn en te zien. En daarom vinden we het ook zo belangrijk dat we hier veel meer mensen deelgenoot van uitmaken. Dus uit onze achterban, de aannemers. Maar veel belangrijker ook in de keten. Om gelijk aan de dingen die we gezien hebben hier, de innovaties die we gezien hebben, die samenwerking in die hele keten, veel meer van de grond te laten komen. Ja.